In het programma Sit Down van MTV is presentator Tim Hofman te gast. En in een openhartig interview praat hij onder andere over de leuke, maar ook de minder leuke kanten van het bekend zijn. Zo blikt hij terug op een van de moeilijkste momenten in zijn leven. Wat was het raarste wat je ooit hebt meegemaakt met je bekendheid? Ik zat een keer thuis. Ik was ook te laat op mijn werk daarom. Ja. En ik krijg een berichtje op Twitter. Tim, ik ga zo meteen zelfmoord plegen. Ik zo, hè, pardon. Ik zo, hoe zit dat dan? Toen kwam er een beetje een paranoïde verhaal uit ook. Over kraanwater en chemtrails en dingen. Okay. Ik dacht, nou, volgens mij zit je of in een psychose. Ja. Of het gaat in ieder geval niet zo goed met je. Dus ik met je praten, kijk of die het meende. En hij meende het. Hoe nou, je dat? Ik bel dus met links 112. Ja. Ik zeg, yo, ik heb die en die voor me. Een alias. Ik ben nu aan het praten met hem. En hij zegt dat hij zelfmoord gaat plegen. En toen zei die vrouw, waar woont hij? Ik zei, weet niet. Dus ik moest heel voorzichtig zijn adres. Ik zei, waar woon je dan? Moet ik langskomen? Bla, 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 bla. En uiteindelijk hebben ze dus met een stormram een deur ingetrapt. Hou op. Ja, ja. En ik hing daar zo aan de lijn. Gaat het goed? Ja, we hebben nu een team zo. Bla, bla. Hij was gevlucht. Ja. En toen hebben ze hem uiteindelijk wel gevonden. En bleek hij dus inderdaad in psychose zitten en zichzelf van kant te willen maken. Jezus. Maar ik voelde me echt een soort film.